Nou, Sizzel, dat klinkt goed. Even wachten tot ze er allemaal bij zijn. Heb iedereen? Yes. Goed. Ja, het publiek is enthousiast. Hè? Nou, jullie stem hebben ze al, maar die van de jury is ook erg belangrijk. Dus, luister naar George. Wat vond je ervan? Ik moest weer wel even kijken, want ik keek naar het podium. En ik denk, zij is heel erg veranderd, of? Maar dat weet ik niet. Ik vind het een hele stabiele band, een hele lekkere band. Enige kritiekpunten heb ik. Ik vond het zo jammer van Creep, die was eigenlijk in de coupletten te laag. En in die ontzettend gave bridge was het helemaal te gek. Maar wij moesten jullie beoordelen, dat niet je natuurlijk. Maar de rest was het zo stabiel, dus het was erg goed. Erg goed. Dus, dankjewel George. Lana. Ja, nou dit is wel mijn soort muziek waar ik ook heel erg van hou. Dus daar heb je eigenlijk wel een steekje voor. Tamara, wat heb jij een ontzettend gave strot. Echt, en wat een energie geeft je voor het publiek toe. Echt, fantastisch. Echt heel fijn. De stem is ook gewoon weg, maar dat maakt niet uit. Je gast, en je hebt van alles gegeven wat je maar had, inderdaad. Hetzelfde had ik al gehoord, het was een beetje de laag, het was te laag, dat is jammer. Nee, snap ik. Maar echt in je hoogte, wat een power. Echt te gek, en bed, echt te gek gespeeld. Yeah. Nou, dan gaan we de goede kant op. John. Nou, ik vind het ongelooflijk knap wat Sizzel hier niet heeft gezet. Ze hebben de laatste weken best wel veel onrust gehad. Omdat de liedzangeres hoogzwanger was. En het was heel erg goed dat ze erin kwamen. Martine, bij deze heel erg gefeliciteerd met je zoontje. Heel veel geluk. En al dat soort sores eromheen, ja, maakt het allemaal toch wat moeilijker. En daarom extra petje af van jullie, dat jullie deze prestatie hebben neergezet. Ja, dat klinkt goed. Geef ze nog één keer een waanzinnig hard applaus. Sizzel! Dankjewel. Oké, dames en heren, we gaan even pauzeren. We komen zo terug met de tweede Belgische finalist uit Olen, Steve.